Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op donderdag 5 september. Er vallen diverse buien vandaag in het land. De meest pittige buien in het noorden. En dan is er ook kans op onweer- en windstoten. Vanochtend ligt de temperatuur zo rond de 14 à 15 graden. En staat er een forse wind uit het noordwesten? Aan zee is de wind zelfs af en toe hard. En dat is windkracht 7. Vanmiddag wordt het hooguit 16 tot 18 graden. En vallen er nog steeds een aantal buien. Maar de buienactiviteit die neemt later vanmiddag en vanavond wel geleidelijk aan af. Ook de wind die gaat dan afzwakken vanavond en draait uiteindelijk naar het zuidwesten. De temperatuur ligt vanavond zo rond de 13 graden, de minimumtemperatuur kan vannacht in het zuiden uitkomen rond 8 graden. Morgen waait de wind uit het zuidwesten en dan beginnen we wel met zonnige perioden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en gaat het regenen. En die regen die trekt dan langzaam over het land. In Limburg blijft het waarschijnlijk nog de hele dag droog. In het weekeinde weer een noordwestenwind en dat betekent weer lagere temperaturen, zo tussen de 16 en 18 graden. Er vallen diverse buien, maar tussen de buien door zijn er ook felle opklaringen. Maandag verandert er nog weinig in het weerbeeld. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.